Max van INT. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Overkast Tackle 2 met Ido. Hola amigo. En... Oké, ik zit hier een reactie te lezen dat VLC Media Player komt boven bij PS4 en Nintendo Switch. In die comments staat echt heel droog. Ik krijg best wel hoofdpijn van dit artikel, waarvan iemand op zegt, waarom? Een viel en een monitor op je hoofd? Wat? Pidimts. Oké. Echt, die gozer was me net voor met die comment plaatsen, dan had ik het gedaan. Oké, nee, ja, dat kan. Want in ieder geval, volgens mij is het deze aflevering dat we dan de park ook alweer klaar hebben. Ja. Finally, ik ben echt klaar met dit park. Ja, ik eigenlijk ook wel. Ik wil op naar een nieuw park of zo, weet ik veel. Ik kan het volgende park uitzetten, dan niet zo lang hoeven te wachten. Dat kan. Ik heb me ook eerder voorgesteld, maar jij vond het gewoon keihard cheaten. Ik zou het niet weten. Want we hebben zoals overleggen achter de schermen om en ik heb een paar keer heel duidelijk gezegd dat ik eigenlijk veel te lang aan het duur van de level klaar is. Ja, oké. Daar had je volgens mij vandaag ook nog, ook nog over. Gisteren was dat. Ook vooral. Gisteren was jij aan het zeuren dat er nog Rollercoaster Tycoon 2 opgenomen moest worden. Ja, oké, dat klopt. En toen begon ik te zeuren over Keep Talking Nobody Explodes. Ja, oké. Dus, 1 plus 1 is 2. Ja, als je gaat rekenen wel, ja. En het probleem is, Mark heeft er meteen 2-3 nodig of zo. Hoe zit dat dan? En ik heb een 1 video genoeg. Maandag en zondag? Ja. Dat is precies wat ik dus bedoel. Is dat zo? Ja. Oh. Ja. Ik zie kots liggen. Wow. Ruim het op. Smash it to someone's head. Dat kan ook. We spit it out. En het begint te regenen. Hier wordt het zonnig. Een spookhuis. Hebben we dat ding erop? Wow, dat is geestig. Net zoals je gat zeker. Waarom hebben we eigenlijk 2 keer een 3D bioscoop? Mij die vragen, jij hebt hem neergeplaatst. Ik zet wel een andere film neer. Dat kan ook. Ah, eens even zien. 23 september komt het spookhuis. En dan 1 oktober, de 31 oktober is toch klaar? Ja. Dit park wel. Ik ga de tijd versnellen. Ja, dat kan. Denk ik. Weet niet. Jezus, Google Assistant. Bedankt voor die melding. Dat mijn account is afgelopen. Bij een bedrijf. Echt, dat is al zo als een mail vandaag. Your account has been expired. Ja, maar ik ga jullie geen 300 euro per maand geven. Voor mijn studie. Om een projectje te hosten voor een cijfer. Ja. Ik vind 300 euro een beetje te veel geld ervoor. Maar weet je, als het nou 5 een tientje is per persoon, een beetje overkill. Dan 50 euro of zo. Nee, het is, dan boeit me nog niet zo heel veel. Maar gewoon 300 euro. Ja, oké. Okay. Volgens mij loopt die monorail ook gewoon goed. Nee, hij loopt niet, hij staat een beetje stil. Maar dat zou moeilijk worden als een monorail gaat lopen. Je moet echt naar rennen. Jongen. Zo bedoel ik dat toch echt helemaal niet. Echt. Hoe bedoel je het dan? Ja, op een manier van dat die karretjes lekker rondrijden. Over het spoor. Sporen ze wel dan? Nou, ik weet niet of het binnenkort nog wel bij mij spoort. En langzaam maar zeker. Goed zo, zou ik even op een spoor zetten? Voordat ik een spoor nog bijster word. Oh my god, Ido, zo grappig. Nee. It's time to stop.
Of blijven ze meteen iets op het spoor als ik het erop zet? Ja ook. Je zou met mij maar een project hebben. Och, dan weet jouw klasgenoot wel goed. Ik heb af en toe van die echt van die hele slechte grappen. Ik kan er echt niet meer herinneren eigenlijk. Zo slecht zijn ze. Oh ja, bijvoorbeeld vandaag nog. Dat iemand aankwam met een request. Er moest een design veranderd worden. Voor de website. Ik zeg zo, jongens, dan gaan we die hele achtergrond. Groene letters, paarse balken. Met blauwe stippen. En natuurlijk niet vergeten, nog roze erbij. Als menubalk. Elke klusjesman, oh, deze. Mooi. Mooi, mooi, mooi man. Het leven is één groot feest. Oké. Het leven is pas een feest wanneer we uit dit fabriekcomplex gebeuren zijn. Vind ik. Maar ja, hoeveel dan maar een maand, dus in principe. Dat zal echt zo kloten zijn. Net op de laatste seconde. Ja, je haalt het niet. Dan denk ik dat iedereen wel met spul gaat gooien. En met shit gaat strooien. Nee, dat gaat stinken. Ah, boeien. Bijna met spul. In plaats van shit. Oh, hier mogen we opbouwen. Waar ben ik? Oh, dat is ik niet. Waar, hè? Ik ga een achtbaan bouwen. Waar ga jij achtbaan bouwen? Ido, wat? The fuck? Ido, stop. You are out of bounds. Heb je nou weer een cheat in gegooid? Oh, ik heb een verkeerde achtbaan gestart. Nee! Ben ik net serieus net achtergekomen? Dat wist ik ook niet. Kan dat serieus? Kan ik serieus een achtbaan niet bouwen? Kan ik dat? Steeplechase? Oh my god, dat kan ook serieus. Hoe is dat mogelijk? Hoe is het mogelijk, gek? Wat voor achtbaan ben jij aan het maken? Oh, hypercoaster. Maar hypercoaster hadden we al. Ja, en? Maar dan hebben we nu twee, dat weet ik niet. Ik wil wel vaker dingen niet. Ik kan het niet bouwen. Dat is geen eigendom van park. Ja, nee, soepel is dat. Spoel? Ik spoel je moeder. Vrij creatieve vorm van benaming, hè? Ja. Ah, het geld kunnen we toch wel kwijt. Laat mij vooral bouwen. Daar kunnen we dan weer niet bouwen, hè? Dat is heel erg apart. Zo, dat was ongeveer deze achtbaan. Ben ik van een achtbaan aan het maken? Een stiepeltje. Maar niet uit, we hebben toch genoeg geld. Oh ja, dat klopt. Jemig. Even zien, even kijken, zo. Beam. Die van mij ook heel simpel. Een pussy achtbaan, jongen. En dit moet voor echte pussies. Oh, eens even kijken wat voor achtbaan dit dan weer is. Twee treintjes maar.
Dat is een beetje zonde. Ja. Maar wel een heel komisch apparaatje. Ik heb daar geen zin in beam. Ik ook niet hoor. Nou, jij kan niet eens een beam krijgen. Nou, ik heb al eens een beam gehad hierin. Dan weet je ook wel. Ja, ook nog in dit park. Ja, precies. Vliegentapijt 1. Oh, die is heel krap. Is kapotje, kapotje. Hij haalt het. En hij is gefinished. Ging niet makkelijk, maar hij heeft het gehaald. Dat doet hij niet doen als het niet makkelijk gaat. Wat was jij dan aan het doen? Oh, een pad. Ja, ik... Ben je een padvinder? Nee, niet eens. Maar kan een padvinder ook het pad kwijtraken? Ja, anders vindt hij hem toch ook niet. Anders is hij toch niet bezig met het vinden ervan. Ja, maar een padvinder vindt toch altijd de weg? Maar als je die weg gevonden hebt, kan toch nooit de weg kwijtraken? Mij maakt het allemaal niet uit. Ik heb er zo wel eens over nagedacht. Nee. Het is wel heel ver gezocht. Ja. Zo, nog een attractie hier in deze hoek. Het is al bijna 31 oktober. Mark, kun je nog mijn pad bouwen? Voor de uitgang? Voor de uitgang, ja, sure. Wat ik eigenlijk hoef te doen is een beetje dit pad volgen of zo. Ik denk. Gaat hij passen? Nou, just to be sure. Be sure. Be nice. Be sexy. Niet bepaald wat ik bedoel, maar oké. Okay. Zo. So. Hey, je hebt echt maar, what the fuck? Gewoon twee van die achtbanen die er gewoon nergens op slaan. Nou ja, dat maakt niet. Nu wel. Uit. Wat nou, we moeten in de bounds blijven? Ik wou niet. Het is er niet out of bounds, maar we mogen hier bouwen. In principe wel, ja. Weet je wie achter mij gekomen? Vertel. Magic. It's the kind of magic. Nee, laat ik maar niet verder gaan. Nee. It's a kind of magic, magic, magic. It's a kind of magic. Oké, laatste dag gaat één jongens. Meisjes. Ja! Oh ja, nee, tuurlijk. Bezoek is klaar of het is weer een voetpaard in het park. Nou, dat maakt toch niet uit. Dan is het toch klaar met het park. Is het panuk of panunkoek? Met panunkoek, toch? Ja, panunkoek is het. Naam voor het scenario, panunkoek. Nou, ik ben in ieder geval blij dat we deze achtbaan pretpark gebeuren in ieder geval helemaal af hebben. Dus... Maar, dat betekent dus dat we de volgende episode een nieuwe gaan beginnen. Ja, dat is zeker zo. Of haal ik precies de woorden uit je mond? Ja, precies. Dus ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer je even op ons kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later. En raak het spoor niet bijster. Levensadvies van Ido. Nou, later. En anders moet je zo wat spoor gaan zetten. Want dan ben je weer op het als wat je nou ontspoort. Nou. Hebben we dat ook alweer gehad. Nou, in ieder geval later.